Nou, daar zijn we weer. We gaan naar act 3. Fighting Chance. Fighting Chance. Was een glitch weer. Dat is dan het enige wat wij wel net overliep te klaag, toch? Er zitten wel bugjes in. Maar ja, dat kan verholpen worden. Een paar weken later. Yes. Was trouwens wel een goed verhaal, hè? We weten nou een beetje dat die locust in elkaar zitten. Yep. Eerlijk gezegd, er zitten echt goede cutscenes in, zeg maar. Veel cutscenes waren er vooral. Ja, maar ik vind het niet zo heel erg. Nee, hoort ook wel singleplayer. Hoort ook, ja. Ik vind juist soms dat bij singleplayers er juist verhaal mist, zeg maar. Mm-hmm. Vooral bij Gears altijd. Wel kort is dat bij Gears 1 ook. You still have it. Vaskar was independent. The UIR had the pleasure of occupying. Excuse me. Liberating this glorious land. Okay. Remember how I told you only pissed off nomads lived out here now? Garen Paddock, the most pissed off and nomadic. Nou, die ga je ook krijgen dus in multiplayer. Paddock. Ja. Two things I dislike there. The cog and children. You've brought me both. Two things I dislike? Old men and deserts. And yet, here we are. I like this one. Een sarcastische opmerking. Hmm. Ik vind hem wel een leuke karakter, Kate. Ja. Nou, meestal zijn de vrouwen een beetje... Ja, een beetje overdreven. Ja. Somewhere in this cosmodrome here, there's a rocket loaded with functional Hammer of Dawn satellites. I think we can get the entire system back online and start hitting the swarm where they live. If the UIR has satellites during the Pendulum Wars, why didn't you use them? The politicians wanted their armistice. Launching those satellites would have guaranteed another century of war. Ja, de lip-sync vind ik eigenlijk wel goed in deze scène. Kijk. Ja. Oh, nou, hij dus niet. Volgt Bert, maar... Het valt me wel eens op. Heel irritant is als je lip-sync... Als je scheef, ja. Ja, maar dit is natuurlijk echt een Engelse game ook. Dus of Amerikaans, wat is het nou eigenlijk? Ja, eigenlijk meer Engels, hè? Wat? Amerikaans, denk ik. Ja, is het zo? Want alle dingen zitten in Engeland, toch? Nee, hoor. Amerika. Ik had toch een interview met de Amerikaan, had ik. Oké. Okay. Coalition is gewoon Amerikaans bedrijf. Who is that? A friend, believe it or not. But for now, get to know the layout of that place. There's a good chance most of it's buried in sand. Oh, and come and see me before you go. Dan krijg je een stukje... Zo poelen? De basis. Pio en collectible liggen hier. Dat was de part waar no one sure this will work. I don't care. We'll make it work. We have to. Maybe it's time you told me exactly what you saw in that machine. It's not what I saw. Hier ook, kijk, een onderdeel. Ja. They're not gonna stop. Dat is een beetje gek, een achievement. Het is dus inderdaad een achievement dat je alles moet upgraden. Alles. Ja, het is een grind game, hè. Maar ze gaan ook altijd uit van fans die dit echt gewoon zo fanatiek blijven spelen. Het hebben ze ook al een hardcore fanbase, elke Gears. Er zijn genoeg mensen die echt gewoon 3000 of 4000 gamescore hebben bij Gears 4, hoor. Die grinden alles. En er zit ook wel skill dingen in, maar ook heel veel, vooral grinden. Maar ik bedoel, dus de multiplayer is wel veel skill, vooral als je gewoon je stats... Nou, er zit ook echt helemaal dat je met een team moet je per se zo spelen. Nee, het enige wat ik echt te kut grinden vind is horde mode. Dat vind ik echt te lang altijd. 50 waves. Anderhalf, 2 uur, ja. Hé, waar lag je? Ja, tussen die kist hier. Het begint al een echte collectible. Ja, je weet precies waar je hier. Je weet al waar je moet kijken ongeveer. Het is een oude vliegveld, hè? Ja, wat ik zeg. Want ik zie hier koffers. Nou. Ja, het vliegveld. Kijk maar hier nou. Piep. Oh, okay, kijk. Oh, Jack, pak even op. Waar ben je? Oh, ik ben hier al. Ja, Jack is van mij. Ja, Jack. Ja, weet ik. Hij moet even wat pakken van bovenaf. Zo vet vliegveld. Ik ga even inchecken hier, hoor.
Oh, je moet ergens anders naartoe? Oké. Okay. Oh, ik druk per ongeluk op Jack. Nu zijn we cloaked. De padoek is achter deze deur, maar de deur is dicht. Dan het hier omheen moeten. Hier is wat. Weer een onderwerp, onderdeel. Hier nog een collectible. %51. Even kijken. Ik zal even trouwens een beetje upgraden, die shizzle. Ja. Flash, puls. Moeten we naar Bert of moeten we naar... Go see Bert. Oh, we gaan naar de vierkant doen. We moeten naar Bert. Ik ging naar Padoek toe. Die staat hier achter deze deur. Maar ik loop vast naar Baart. Dan klit je zelf naar me toe namelijk. Als ik een cutscene krijg. Ik ben bij de bagageband. Weet je dat we best wel hard gaan qua upgrades? Sorry. Ja? Ja, best wel. We hebben een upgrade hier van Jack. Even pakken. Ability hijack. Oh, oh ja, dan moet je dit ook weer upgraden. Oh nee, it takes a toll of an enemy in co-op. Only the Jack player can equip. Ja, moet het dus doen. Oh ja, dat is ook een achievement, hè? Wat? Dat je met Jack dat soort dingen moet doen. En je moet een chapter uitspelen, een co-op chapter. Als Jack. Dus eigenlijk hadden we het al kunnen doen net, hè? Kun je gewoon chapter 1 act helemaal als Jack spelen en ik. Maar ja, je moet ook op Moet je ook helemaal uitspelen met Jack? Nee, gewoon één act. Een grind, ja. Echt is niet erg. Dan zou ik act 1 doen, die is echt heel vet, act 1. Ja. Hi Jack. Hold L2. En A. En I. Oh ja, bij zijn besturing is ook anders. Maar waar... Waar moeten we naartoe? Daar met links, die gasten daar. Zie je toch, die centrale daar. Just floods their brains with voltage. It's crude, doesn't last long, but it works. So much swarm. Vet trouwens de lucht. Well, no. Test subject data is limited, obviously, but you know what? Go nuts out there. See what happens. Wat moeten we nu doen? We zijn naar Padoek. Ja, zie je wist er ook. He's out front. Dat waren we net al. Ja. Don't worry about that. This time, we're gonna do it right. You know what happened to Lizzie in the convoy? It wasn't your fault. Kind of you to say, but... Er staat achter deze deur. Gaat hij nou open de deur? Ja, net kon ik de deur niet openen, nu al. I had a bad feeling about it. I didn't want to do it, but I did. So that's on me. Speaking of... Oh. Come have a look, Julie. Ik zie allemaal glinsterende dingetjes. Until a few weeks ago, we were holding out fine. De klok heb ik. Maar ik heb de GL Lancer, die heb ik liever de Lancer. Ja, ik heb de GL Lancer. Ik ook, jullie houden. Jij niet? Ja. Weet je wat, ik doe mijn Gnasher een keer weg. Pak ik wel zo'n ding. Wat de fuck is dat? Oh, jij neemt de klauw? Oh, hier, hier nog eentje hier. Ja, ik doe mijn shotgun wel even weg. Kijk, ik doe niet mijn GL Lancer weg, die is zo goed. Oh, ik heb mijn GL Lancer nou ineens weggegaan, what the fuck? Hier, toch nog wat. Een Marksa.
Ja, dat zag ik, ja. Maar ik dacht, ma. Ik vind dat niet zo leuk wapen. Wapen jij? Nee. Nou ja, het is wel lekker als je een hesje weer maakt, hoor. Ligt er wat, is het? Kogels? Oh, dat doe ik per ongeluk omdat ik bij mijn besturing anders heb staan. In de multiplayer, dat glitst in de singleplayer. Mijn besturing hoort niet anders te zijn namelijk, maar ik druk elke keer... Hey, collectible. Huh? Oh, je hebt nog wat naast. Oh, Marksa. Ik denk zelf echt een snipe gedeelte krijgen, want er ligt hier heel verdacht veel Marksa's. Go to the runway. Oh, maar er ligt daar nog wat in de hoek. Ik wil even heel snel kijken. Nou, ik kijk hier even. Ja, want daar moet jij naartoe. Ja, maar kijk, ja, daar dan. Ik ga hier even kijken of je een kleur. Hier ligt niks, waar ik nu ben. Kijk, hier ligt ook wat. Bommen. Moet hier naar het hek. Oh, hier. Een kluis. Misschien komen, hè? Ik wou nu. Dit heb ik nog nooit in een game zo mooi gezien. Het zijn hele simpele details, maar het is echt gewoon... Ik heb dit nog nooit zo mooi gezien op een console. Op een Xbox One X. De beta zag er ook zoveel beter uit op de One X gisteren. Jij hebt het niet gezien, hè? Natuurlijk wel. Nee. Nee. Het is echt een verschil, joh. Ik vond hem zo lelijk op de PlayStation. De One X ziet hij een stuk beter uit. Nog steeds een kut game, maar ik bedoel, hij is wel mooier. Moet je komen, hé. Moet je schuin gaan staan zoals je staat en dan naar het doek kijken hoe dat beweegt en zo. En hoe dat eruit ziet er dichtbij. Ook dit doek. Moet je alle doeken maar bekijken. Ze zijn ook allemaal verschillende details. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Zo'n canvas doek. Zie je hoe mooi? Ja. Het zijn kleine details, maar dat heb ik echt nog nooit gezien in een game. Echt niet. Zo mooi. No. Wat toevallig, hè? We komen bij het hek en er komt iemand aan. JD? Maar zo kok. Oh nee, niet JD. I don't believe this. I hope you're not here to stop us. Actually. Because you can't. Kate. Maybe you should try listening for once. Kate. I'm listening. Yeah, well, don't bother. I'm done. Okay. Because I'm here to help. If you'll have me. I'm sorry. What? Mm. Dad told me about Mount Kadar, what you learned, and look, I know you don't trust me. After everything that happened, what I've done, I don't blame you. So what does Jin think about you being here? Jin doesn't know. Really? And let me guess, he's here to pitch in too? Yeah. Turns out, Foz isn't so bad. No, I am actually. You just got used to me. Who the hell are they? Friends. They'll be joining us. Yeah? I don't like them. Shocker. You want these two along? Fine. But I deal with you, not them. You good with that? Like I said, I'm here to help. Baird. Come on then. Let's hop in that Raven and find some satellites. No, Raven. The wind flares out there will kill you. So what? We walk there. Hey, man. If you want to walk, feel free. But we got other plans. Oh, it's not that skiff, is it? Nog een vliegen. Nou wel, skiffen. Okay, before we go, I got a bone to pick. A big one. Sure. Oh, gaan we vliegen echt? Nee, met skiff. Ga maar rijden. Maar is het niet hier, kijk eens? So who showed up today? Your friend. For what it's worth, I tried to convince him to embrace Dark JD. But something about you two brings out the best in him. Oh wow.
Weet ik dat hier overal spullen liggen? Hey? Hè? Weet je dat hier overal spullen liggen? Ja, maar dat maakt niet veel uit. We moeten toch, al heel veel dingen gaan missen. Vind ik nou erg, joh. Jezus. Ja, kom maar aan. Dat is wel trouwens mooi, die hangar. Ja. Oh, dit is weer zo'n open gedeelte. Yep. Ik denk het wel. Ja, Remco vertelt erover. Tim, wat ren je traag? Yep. Nou. $2,600 meter? Even kijken. Die gast zit er nou op de zijkant van de skif. Daar zit wat, hè? Ja. Maar beter, het is nu weer even free roam, het is niet wel niet meer in de sneeuw. Dan krijg je even een andere vibe. Setting. Ja. Al had het voor mij nogmaals niet gehoeven hoor, de free roam. Nee, je dus bent ook meer even lineaire. Ja, kijk, net zoals bij Uncharted of bij The Last of Us. Het hoort gewoon, het zijn gewoon lineaire games. Het hoeft niet free roam. Iedereen wil GTA zijn. Op een gegeven moment, waarom? Al begrijp ik wel een keer zo'n beetje, na al die delen willen ze gewoon even iets vernieuwen. Dus ik kan het wel begrijpen en ik kan wel. Ik had het niet gedaan. We hadden er al een shotgun mee kunnen nemen, ik had een shotgun op de skiff kunnen doen. Ik vergeet het allemaal. Hij schiet wel vet hè, die claw. Heb je die claw nu ook? Ja. Moest je ook 100 kills mee maken online of zo? En, Oh, 100? Ik heb er 3 denk ik mee. Nee, dan krijg je een zo'n hoe heet je ding ervoor? Ja, ja, waardoor je levelt, zeg maar. Oh. Lekker paal. Bijna down ben ik. Huh? Down? Ja. Pakken zij op? Nee, dat moet ik niet doen. Jawel, JD. Ja, ja. Ja, ga oh, ik ben ook down. Snipe. Heeft een beetje sniper? Blijkbaar. Achter je. Oh, kut. Ik moet reloaden, het duurt heel lang met die klaar. Ja, het is een LMG, hè? Ja, je ziet ook hoeveel kogels je hebt, hè? Ja. Oh, mijn frag grenade lekker weg. Dat had net zo. Daar is die sniper, die me down. Wat een recoil heeft hij, dat ding. Ja. Het is trouwens een achievement om in Act 2 en Act 3 alle secondary missies te doen. We hebben ze allemaal gedaan van Act 2. Weer auto dus. Wat is daar boven? Niks. Helemaal nuttig. Hij moet hier deze deur in. Nee, ik heb nog gekeken. Oh, weer. Ook niet aan de andere kant? Nee, ik ben net geweest. Ik was naar boven gegaan. Okay, hier ligt wel wat. Collectible. Oh,
Okay, cool. Wat zegt hij? Werden dit ook een online kerk? Het is wel vette kerk dit. Hé? Ja. Ik zou ermee spelen dan, hè? Zie je, location complete. 1 van 3. Oké, okay, we moeten dus wel rekening houden met even dus het knippen van de afleveringen. Splitsen doe je. Ja, want ik weet nu al dat het heel lang is. Ja. Je kunt het ook in één keer opnemen. En dat ik het daarna knip. Dat kan ook nog, ja. Dan wordt het dan misschien een aflevering dat ik nu opneem van 1,5 uur bijvoorbeeld. Maar dan heb ik bijvoorbeeld 3 afleveringen. Ja. Zou ik ook misschien toch vaker doen, met deze game. Want we dachten gewoon, het is een keer iets voor te voorspellen, de acts. Maar deze game doet het dan. Nee. Je zou het kutten met afleveringen. Ja, want je moet ook gokken wanneer wij moeten knippen voor de kijkers nu. Pompstation, Rocket Hangar en de Harbor Docks. En ik zie nou heel veel andere locaties al erbij komen. Maar dat is niet erg. Oké, okay, maar is dat... Dit is 1300 meter. Oh, daar komen we vandaan trouwens. Ja? Is dat zo? Abandoned... Is dat, hebben we dat gedaan of niet? Even een beetje onduidelijk te zien. Hoe kun je ja, ik vind het sowieso vinkje... lastig. Er zat een vinkje doorheen, denk ik, hè? Pompseizoen. Denk er. Oh, hier een streepje. Secondary missie, abandoned airport. Even kijken hoe dit in elkaar zit, hoor. De rocket hangar. Hé, hey, hoe werkt dat, dat taggen eigenlijk trouwens, marken? Mm-hmm. Dit is het marken hier. Hoe kan ik het weghalen? Nee, dat wil ik helemaal niet. Oh, oh fuck. Verkeerde knop. Sorry. Ik moet even opgaan, Paul. Oké. Okay. Mijn fout. Huh? Hm? Nou, dat zal. Ik zit even kijken hoe dat tokkelen. Dat, Oh, zo. Zo houdt eraf. Nee, je bedoelt de marker? Ja. Oké, okay. Zo doen we dat. Oh. Dat zie je niet op de radar. What the fuck, het is wel vet gedaan trouwens dit. Ah, ik vind het echt heel mooi gemaakt dit dan. Zoals de open wereld is. Ja, die is echt mooi, hè. Alsnog. Ook geen laat momentje erin, hè? Nee. Fucking vet. Oh, een pompstation, hè? Ja. Hallo? Kom, ja, ja. Laten we even binnen gaan kijken. Nu kun je niet naar binnen, nee, niet. Waterworks. Retronancer. Incinerate ineens, hè? Retrolancer weer. Doe ik het weer. Ik pak gewoon een wapen. Nee, ik wil de klauw houden toch. Oh. Oh.
Help. Incoming tubi. Let's keep him back. Target that tubi. We moeten die gast helpen, hij doet niks. Nee, maar ze schreeuwen staat hij. Fats. Toch een keer reloaden zo even. Ga nu reloaden snel. Oh! Tering! Hoe is het dan in godsnaam op insane? Ja, niet. Oh. Je moet toch wat mee gedaan worden, of niet? Ja. Dit is side missie. Er zijn drie dezelfde missies, schat ik. Wat is het ding? Met een nomad erbij. Ja, ja. Ja, goed. Je sounds happy. Paddock, we got your pump station up and running again. Good to hear that. Soon we will occasionally shower again. That just leaves the old dots and our drill. Even die granaatjes mee pikken. Ja, ik heb er nog twee ook. All right, we'll do what we can. Delta out. I think we're done here. What do you say? Geen collectible hier? Kan toch eigenlijk niet? Apparently wel, apparently wel. Oké, nou. Gaat zo goed? Ik denk het wel. Oh. Let's go! Let's go, bitches! Het lijkt al een beetje op de sneeuwding, alleen dan is het gewoon rood. Wist je dat Chapter 3 ook trouwens, of Act 3 ook Freedom was? Ik dacht alleen 1 en dan 2. Nee, Remco zei het er wel tegen me. Hey. City Runes. Oh, dit is weer wat anders hoor trouwens. Nou, we gaan er wel in, we kunnen altijd nog terug naar die, als het geen side missie is. Ik wil die nomad hebben in de multiplayer, maar anders is zo praat dat je niet verstaat. Dat is vet thuis. In die multiplayer. Dat is echt vette character hoor. Ja. Die gekke Oekraïners, vet er zijn. What the fuck is dit dan weer voor locatie? Oh. Oh wauw. Secondary mission scavengers, ja, yeah, ja. Yeah. Secondary mission. Come on, let's get inside. Moet hier al naar binnen. Maar laten we eens kijken of hier niks ligt. Hier nog kogels. Hier ligt wel wat. Terwijl Marksas liggen hier.
Ja, ik zag het ook al. Nou, kom maar, aan. Maar voor mij, die gasten, daar staan dat bij hun. Ja. Turbo Warriors. Is er eentje? Nou, boven nog daar. Juvies. Die gele hersen schiet echt zo lekker. Beste gun in de game. De gele hersen. Ook in de multiplayer, zegt heel goed. Ja. Als zou je niet die Nederlanders erbij hebben, Lance, is hij nog steeds heel goed. Ja. Hij, oh, die schiet al. Wat is dat dan weer? Hij burst heel lekker. Kut! Tork ben ik. Ben je down? Ja, ik heb nog gepakt. En dan ben jij down, hè? Ja. Achter je. Nog een turbo. Zo! Hij trot ook altijd raak, hè, die gast, hè? Ja. In de multiplayer ook, als het bot, als je er niet rank doet, bot een turbo hebt of een shotgun op je afkomt, ben je gewoon altijd weg. Dan schiet er gewoon alle auto heen. En dan kijken ze niet eens aan, hè, dan ga je dood. Met een shotgun. Hey. Oei, boomer. Gewoon een pistool. Ik heb de Talon. Ik ga gewoon een pistool pakken. Maar goed dat je met elke act gewoon je wapens meeneemt. Weet je, een keer is 1 reset in dat tijd. Een nieuwe act, gewoon je gewoon met je basis. Ja, klopt ja. Nu hou je gewoon altijd je wapens. Die je gewoon... Hey. Jezus. Turbo. Lach een turbo daar, dus je hebt wel meer calls als je pak me. Ja. Hier locatie 1 van 3. Weer een nieuwe, ja. Weer een nieuwe side missies. Ja, het zijn er 2x3 dus. Oké, okay. Ja, we zien het wel. Oh, weer kloken, omdat ik de sturing anders heb. Het glitst echt in de singleplayer. Nou, het is niet zo heel erg, maar... First look is vandaag, hè? Wat dan? First look. Wat is er mee? Begitten we daar. Wat zei je? First look is het nog, dit weekend. Nee, jongen. Wel toch? Ik voel over 2 weken pas. Nee, toch? Tuurlijk wel. Wie gaan er morgen allemaal naar First Look, zegt Mattia, gisteren. Op vrijdag First Look? Okay, ik weet het, ja, niet, ik ga niet, ik vond het vooral ook niet, ja, ik werd gewoon betaald voor kingelen shit, en dan ga ik wel, maar ik ga niet meer terug herreken. First Look Festival, even kijken. Nee, ja, je hebt gelijk, 5, 6 oktober. Nou, ik dacht al, dat is heel vroeg alles, ja. Het is tegelijkertijd met Gameforce. Ja, klopt, ja. Ik zie Mattia tweeten, ik denk dat zal. Oké. Okay. Ik heb al kaartjes, First Look. Als je wil, kun je met mij meegaan. Ja, kijk, we gaan wel 1 dagje mee, maar ik weet niet zeker nog.
Dus ik had Ben denk ik al na een uurtje van oké, en nu? Ja, maar dat maakt niet uit toch? Dat is niet erg toch? Ik heb twee kaartjes PP, zeg maar. Kut! Ik dacht het al, ja. Dropshot in mijn bek. What the fuck? Kan Jack mij reviven? Oh, allebei down. Nog een dropshot. Die dropshot is in de tal, man. Oh kut, ik ben er neer geplukt. Nu ik toch beneden ben. Dood. Ja, ik gooi hem een launcher op hem maar. De dropshot. Ik vind het wel een lelijkere wereld dan de sneeuw weer, toch? Dat het zo rood is. Het heeft wel iets. Die vorige chat was natuurlijk wel heel mooi, omdat het een beetje lang duurde in de sneeuw. Hey. Dat gekleerd eigenlijk? Kreeg je een beeld? Nee, ik krijg niet beeld. En bar ligt hier. Oh, die wil ik wel. Doe ik al mijn. Ik kan daar niet mee omgaan, hè? Ik wel. Online is ook leuk om kills te maken. Ik doe mijn claw weg dan. Oh, hier moet ik toe. Oh, kut! What the fuck? What the fuck? En we hebben 5 calls, man. Dat is wel kut. Weer dood? Ja! Lekker bezig. Weet je wat er gebeurde? Ik boemde mezelf. Ik doe de verkeerde knop in. Ja, kutte. Slim. Alright, Delta. We clear? Clear. Oh, oké. Okay. Maar hebben we nou wel die dat ding daar achter je had, toch? Of niet? Heb ik nou nog mijn M-bar? Nee, ik heb mijn M-bar niet meer. Dat nee, mag. En hier ligt die ding weer. Okay. Waar is je M-bar? Ja, die M-bar is nu weg. Eet slip. Oh, ik doe de cloak om de deur openmaken. Oké, alsjeblieft. Ben je nou boven? Is het al hier? Oh, die kwam vandaan. Die zijn vanaf gepleurd net, toch? Die pleur ik vanaf, ja, hierover. Ja. Engineer from the water tower. Hey, hello. Oh, and she's as charming as ever. Dit is dus Vargas, hè? De multiplayer map zometeen ergens. Gaan we waarschijnlijk de eindbattle krijgen. Oh. Je bent cloak voor de Federation, even als shooting, dus ik weet. Oké, dat is handig. Let's head out. We hebben één helemaal de waterworks helemaal complete. Ja. Waar moeten we naartoe nu? I don't know. Scanning. Even kijken. Kijk, die is wel groot voor mij ook, weet je? Dat hele gebied waar we heen moeten. Ja, het is heel groot. Heel groot. Oké, kom op, we gaan verder. Hoppakee! Paddock, I gotta tell you. Some of your people are out here. Go
Oké, nu moeten we eerst even hier naartoe gaan, naar de rocket hangar missie. Want... waar is dat? Daar. Zes mensen, het groot. Yep. 2600 meter? Moet ik nou echt deze kant op of? Ja, moet deze kant op. Ja. Oké. Ah, het heeft wel iets in het gebied. Wel een andere setting gewoon helemaal. Ja. Ja, nee, het heeft wat. Het heeft wel iets. Alleen het is eigenlijk gewoon... in plaats van... grijs, wit, mint, blauw, groen... is het gewoon rood. Ja, en is het in plaats van de sneeuw is het gewoon zand waar je op. En je hebt iets andere opdrachten. Maar vind je een leuke toevoeging in de game? Nee, onnodig. Maar het is niet stom of zo. Het is wel, alleen het is wel, maakt het, het dragt wel de gameplay heel veel. Ik heb liever de stijl van 1. Dat was zo vet. Dan krijg je af en toe even ineens een rijmissie, maar die is dan fucking moeilijk op Insane, weet je nog? Dus met die lamp en die vleermuizen. Die was wel donkerder, dark. Deel 1 was zo goed, deel 1, de singleplayer ook. Simpel eigenlijk, heel weinig verhaal, maar toch was het een verhaal. Hoe Kim doodgaat en zo, en dat is gewoon heftig en zo. Door raam. Je moet er zijn toch? En ik denk wel een van de allerbeste eindbazen in een shooter ooit, hè? Raam. Met raam op de trein, ja, dat is zo vet. Die trein. Act 5, die heel kort is. Ja, ja en nu? Hey, Klokos, heb je gewoon een kolombesturing. Nee. Als ik het zou weten, jongen, dan kun je niet overheen. Dus... Jack! Verzin iets! Hè? Nee, ik kan echt niet overheen, hoor. Ik heb vergeten. Misschien achterlangs ergens hier, of zijkant? Nee, dat lijkt me sterk. Max, zeg je, hè? Moet er wel hier zijn. Ben ik nou echt gek of begonnen we niet hier? What the fuck? Ja, we zijn helemaal teruggegaan. Wat onduidelijk! Er staan meerdere sterren hier op het veld. Boom, boom, mooi klein wel. Ja, de rocket. Nieuwe opdrachtjes. Kijk! Stay sharp. Blijf scherp. Iets glinsteren. Oh, je torpo. Als je wil, Paul. Crossbow. Nee, waarom ga ik niet van het ding af elke keer? Jezus. Nee, ik hou al mijn... ik heb een GL en een... oh jawel, ik heb dat ding natuurlijk kwijt. Waar lag je? Nee, ze hebben maar 6 kogels, dat is kut. Laat maar. Okay. Surprise, surprise, motherfucker! Oh, fuck! Wil je bedankt? Wil je weer gepakt? Ja. Probeer je... boemer goed gebruiken, man. Don't bother down. Oh, die kan niet achter. Ah, kut, sorry. JT gaat jullie waar.
Ik heb geen last call meer. Ik heb alleen maar gewone calls. Dus kun je even die turret even... Ja, die turret even weg. Gaat hier iemand achter de deur zitten? Deur, het is zo irritant man. Och, tonnetje ernaast. Oh, je moet iets met Jack doen natuurlijk. Ja, ik pakte... Met Jack pakte ik die sniper even op. Gewoon klonen. Weet nou. Een schipad. Holy shit. What the fuck? Hé, ik raak het toch. Tonnetje moet natuurlijk weer dood zijn. Ik heb hem. Loop op nog een tonnetje, ik schiet weer op dat ding. Zo. Zo. Well, that was quite the welcoming party. Come on, let's get inside. Dat is een manier die je dingen kapot schieten. Hier nog fragments, wie heeft dat nodig? Hè? Wie ligt de fragment? Oh. En wat tonnetjes, schiet die tonnetjes. Het vuur. Ze gaan ze down, die gasten nou, onze matties. Kijk! Tuchtje van wapens? Een Lancer. Ik pak even gewoon een Lancer. Ik las de GL, die is bijna leeg. Ja, die wil ik eigenlijk niet kwijt, maar ja, niet wel nu. Oké, got it. Oké. Lancer kogels. Geen geheimpjes hier? Jawel, kijk maar hier. Oké. Okay. Let's get inside. Or, Kom helpen, Paul. Hoor, ik moet even iets snel sturen van Ponkers. Ik krijg hem eens binnen, het belangrijk even, anders vergeet ik het meteen. Dus die transfer link hier. Zo. Waar ben je? Een deur te hangen. Daar ja. Ik wil zien hoe die wapen op je, achter, op je rug hangen. Ja, ja. Als je die close-up hebt, ja, zo. Ja. Soms ook maar. Ik heb zo'n claw, zo'n... Dat ook. Ziet er echt super vet uit. So, where do we go? The place looks huge from the outside. It's gotta have a mission control. Oh. Or command center. Or whatever the... Vind je stoppen? Mission control is accurate. Oh! Ja, ja. Ik heb een pauze. Jij moet pauze drukken. Ja, begin nou. Oké. Schijnbaar is het ineens een andere act.
toch? Ja. Dus, dat is mooi. Nou ja. Ik zou zeggen, like de video. En tot de volgende keer. Later. Ja, ja, ja.